Vandaag APK. Wat heb ik met de APK gedaan? Ik ben eerst geweest proefrijden. Daarna heb ik de remmen gecontroleerd. En dat is op de remmenbank hierachter. Controleren we of de remmen allemaal evenveel doen. En ook genoeg doen. En daarna heb ik de milieumeting gedaan. En dan heb ik gecontroleerd of de viergasmeting klopt. Heel belangrijk, verlichting is ook al gecheckt. En wat gaan we daarna doen? Ik vind het wel belangrijk dat we eerst iets uitleg geven. Want een APK, dat is een algemene periodieke keuring. En wat doen we daar? Dat heeft niks met het onderhoud van de auto te maken. Wat wij daar doen, is die auto controleren op veiligheid en milieu. Ruitenwissers controleren we ook in verband met de veiligheid. Dat is het zicht. Nou, wat ik net zei, verlichting hebben we gecheckt. En onder de motorkap, daar controleren we, zit de accu vast. En zie ik rare lekkages. Ja, dit ziet er goed uit. Onderkant van de auto, wat controleren we daar voor de APK? Nou, die uitlaat die je hier zo van voor naar achteren ziet lopen, die moet gasdicht zijn. Alleen aan de achterkant mag die open zijn. Remleidingen controleren we. Of ze goed opgehangen zijn, brandstofleidingen, of ze brandstofdicht zijn. Spelingen aan draagarmen, zoals je bijvoorbeeld hier ziet. Kijk, hier mag geen rare spelingen op zitten. Nou, die heb je hier aan deze kant ook. Hier heb ik een draagarm. Maar wat heel belangrijk is en wat nog wel eens een keer vergeten wordt, is dat hier al veren zitten. En die veren mogen niet gebroken zijn. Dus je ziet, een APK, daar moet je best wel wat werk voor doen. Er wordt wel eens gezegd, een APK voor een tientje. Nou, ik vind dat best wel moeilijk. Ik heb bijna met een auto APK keuren. En wil je dat echt goed doen, heb je in ieder geval 3 kwartier nodig om zo'n keuring uit te kunnen voeren. Die auto moet op de brug, alles moet gecontroleerd worden. En het gaat om de veiligheid van onze klanten. En dat is wel een heel belangrijk iets. Bij de wielophanging controleren we band, profielen, diep genoeg. Dus niet een gladde band, want een gladde band geeft het gevaar dat je gaat varen in plaats van rijden als het regent. De veer, net zoals aan de achterzijde. En hier ook de aandrijfashoes, hoesjes van de stabilisatorstang, remleiding en slang, heel erg belangrijk, die wordt ook nog eens over het hoofd gezien. En de spelingen. Spelingen op het wiel, wielagers. Geluid of hoorbaar of voelbaar. En heel belangrijk, heb ik 5 wielmoeren erop zitten. Als er eentje ontbreekt, APK afkeur. Deze APK is klaar. De auto die komt er met vlag en wimpel doorheen. Wat nog wel een hele goede conclusie is, denk ik. Die APK, dat is absoluut geen onderhoud. Een APK is iets op dit moment keuren. Dus het is echt een momentopname. En kijken op dit moment, is het goed binnen de marges die onze overheid gesteld heeft. Dus het heeft helemaal niks met onderhoud te maken. Het gaat gewoon puur om de veiligheid op dit moment en het milieu op dit moment.